beste mensen, de laatste 500 kilometer gaan we hier naar de McLaren pakketje. Ja. Het is letterlijk één lange rechte weg. Dit is de Kuba moskee waar ik vorige keer was. Want ik vertelde, dit is de eerste moskee die gebouwd is door de moslims. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam onderweg was. Van Mekka naar Medina. De eerste moskee gebouwd. Kuba moskee. Dus ik was hier aan het fietsen. Kom ik een broeder tegen, een Pakistaanse broeder die ik 2 weken geleden ben tegengekomen. Misschien wel 800 meter terug. Hij rijdt aan de overkant. Kijk, zijn auto. En hij steekt gewoon letterlijk alle wegen over. En hier is hij. Subhanallah. Subhanallah. De wereld is echt klein. Ik kom hem gewoon letterlijk 2 weken later tegen. Als het niet langer is. 800 kilometer verderop. Subhanallah. Jongens, dit is wel lekker. Dit is Pakistaanse linzen met kikkererwten. Achie, ik heb een helle. Alhamdulillah. Vergunning hebben om hier te kunnen fietsen. Maar die heb ik niet. Hij stijgt me maar niet uit. Also, dan krijg je gewoon een politie-escort. Subhanallah. 400 meter lang. Tot aan Mekka. Rasuk is weggedekt, jongen. Also, maar het is Sahara. Het is heel erg moeilijk. Dus ik krijg elke 50 kilometer krijg ik een andere agent. Wie had dit toch gedacht? En hier ben ik beland. Niks in de buurt. En deze man heeft mijn slaapplek aangeboden, Marcel. Oké, how are you? Good. It's a beautiful way to go to the Mecca. It's Muhammad. I like this. I love you this man. Allahumma barik. Allahumma barik. All the Muslims can bless you. Alhamdulillah. Inshallah. Allah barik for you. Muhammad. This man asked dinner with me. Inshallah. Okay.